van die verborgen plekjes. En dit keer in een magistraal, ik zou zeggen magisch dorpje, De Rijp, tegen de Randstad. Ik heb begrepen dat de oprijlaan vanuit de Randstad hier 7 kilometer is. Je ervaart rust, je ziet de kerk, de haan en je komt thuis op de Tuingracht. Wat een rijke historie hier. Dat water heeft De Rijp heel veel gebracht. De haring en de walvisvaart bijvoorbeeld. Hier de nieuwe recreanten, maar daar, gaat u straks kijken, kan je gewoon je boot lekker in de tuin leggen. Wat fijn is van deze brug, je hebt er een eigen sleutel van, dus je vaart zo vanaf de ringvaart naar de Tuingracht. Ik zou u willen adviseren, bij een bezichtiging, neem de tijd. Loop een uurtje van tevoren door De Rijp en geniet van al dit pracht en praal. En wat fijn is, dat we niet de traditionele problematiek van de Randstad hebben. Hier gewoon ruim 40 parkeerplekken achter je deur. Het is natuurlijk super fijn. Daar parkeren, hier je fietsen kwijt. Een hele mooie boet. En dan het perceel. Net geen 1000 meter. En dat is volgens de echte hoveniers de perfecte maat. Wat een fijn beest. Het schijnt een echte oerjachthond te zijn, maar die kan hier lekker los. Kijk, jongens, de herfst begint. Het enige wat je hier eigenlijk moet doen, is een beetje snoeien. Dat hebben ze speciaal voor mij overgelaten. Eens kijken of die klaver dat ik nog een beetje kan. Nou, je hebt het of je hebt het niet, hè? Straks nog een bijzonder verhaaltje over het tuinhuis, want daar is ooit een heel mooi moment gebeurd. Dat ga ik u dadelijk vertellen. Maar nu dit. Wie heeft het? Voetballen in je eigen tuin. Stel, je hebt een paar kinderen. Je kan ze hier lekker laten spelen. Maar er is ook meer dan genoeg aan recreatiemogelijkheden. Voetbal, basketbal. Bedenk het maar. En dan lekker voor jezelf. Hier nog een stukje extra tuin. Een prachtig mooi zonneterras voor de avonturen. Wat een plaatje. 23 meter lang. Ambacht, vaklieden, misschien wel vakidioten. Goed zo, kom maar. Als u aan de voorkant kijkt, dan ziet u een grachtenhuisje. Maar via achterom ervaar je iets heel anders. Kom in een keuken met een smuiger. Dit zegt iets hoe hier gewerkt is. Een mooi contrast tussen oud en nieuw. Oude bouwmaterialen met een super comfort van het hedendaags. Dus u moet zich voorstellen, alles is hier eigenlijk 10 jaar oud. Heel goed geïsoleerd. Rond de €200 stookkosten per maand. Ja, het is eigenlijk een nieuw huis met een oude ziel. En die oude bouwmaterialen vind je overal terug. Hier bijvoorbeeld een vloer uit Haarlem, ook de periode 1750. Prachtig mooie handgemaakte keuken. Vanuit de keuken loopt hij zo het staartstuk in. Met hier een toilet, wasruimte, bijkeuken. U loopt zo naar boven, nog een eigen entree voor een gastenverblijf, een au pair. En hier een wensput. Ja, wie wenst u dit huis toe? Het is echt prachtig. Vanuit de leefkeuken komt u in de avondkamer. En dit is een hele romantische avondkamer. Kijk hier eens naar. De vaklieden die hier hun werk hebben gedaan, die moeten het begrijpen. Vanuit de leefkeuken naar boven toe. Het is overal mooi. Er is overal hout. Er is overal ambacht. Maar ook ruimte. Hoog genoeg. Hier de master bedroom, uw eigen badkamer, daarachter nog een speelkamer. Met de trap naar beneden in het staartstuk. Het is wel bijzonder, twee voorslaapkamers met allebei een hele ruime bedstee. En dan kom je op de tweede verdieping. Twee slaapkamers, ook hier weer een douche. Er is zoveel te zien hier en alles heeft een verhaal. Die spanten zijn prachtig mooi in het zicht gebleven en praktisch geworden doordat je er prima onderdoor kan lopen. En elk detail heeft zijn verhaal, ook hier
Vroeger hangde men de jassen hieraan op om te drogen. En die vlaggenstok, die heeft ook een verhaal. Die is volgens mij van 1800. En mensen die in de Rijp wonen, die houden van gezelligheid. Die hangen graag de vlag uit. En ik hang graag met u een keer de vlag uit. Op het moment dat we hier het koopcontract tekenen. Ik had u nog beloofd dat speciale momentje. Dat speciale momentje van het koopcontract tekenen kan wat mij betreft ook in dit prachtige tuinhuis. En er is iets bijzonders bij dit tuinhuis. Want Willem-Alexander met Maxima hebben hier hun eerste Koningsdag gevierd. In 2012 zijn ze hier voorbij komen varen en kon je ze aantikken. En voor degene die mij een beetje kent, die weet dat ik haar ooit een kus heb mogen geven. Verschil moet er blijven. Het verschil maakt dit huis. De echte kwaliteitsliefhebber zie ik hier op de tuingracht. Tot dan!